Nou, ja, tussen alle orkanen en windbuil Donald Trump was het eigenlijk een klein nieuwsbericht vanuit de Verenigde Staten. En het viel nauwelijks op. De Telegraaf nam het berichtje over. In de Engelse tabloids werd het even gehighlight. Maar verder werd er nauwelijks nieuws. Het ging hierom. People claiming to be former McDonald's employees said on Reddit that they were taught a secret trick. They say they were told to pinch the base of the cardboard carton so it would take fewer fries to make it look full. Medewerkers in McDonald's restaurant zouden daar tijdens het volscheppen van de bekende rode frietbakjes even in de onderkant knijpen zodat er minder friet in paste, zonder dat het de klant opviel. Ka-ching! Een ander nieuwsstation had er zelfs een vakterm voor. Multiple former McDonald's employees mentioned fry carton pinching. Fries carton pinching. Patatbakje knijpen. Niet zo aardig van de hamburgergigant. Laat ik meteen even zeggen, ik heb verder niks tegen McDonald's. Ik bedoel, sinds Vroom en Dreesman dicht is, is McDonald's toch het nationale openbare toilet geworden. Dat zullen vooral winkelende en wildplassende dames beamen. Ik vroeg ooit in een winkel in de Kalverstraat een keer of ik na de aankoop van een spijkerbroek van €100 even mocht plassen. De verkoopster keek me aan of ik gevraagd had of ik seks mocht hebben met haar hond. Maar goed, het nieuwsberichtje over de frietkartonnetjes vloog toch van Amerika naar Europa en McDonald's haastte zich om te reageren. In a statement, the company says, quote, "We believe these claims to be fictional. There are no secret tricks. We have strict operational procedures in place to ensure that fry portions are not underfilled." Ja, McDonald's zei dat dit soort geheime trucjes helemaal niet voortkwamen. Nou, dan knijpen ze al dan niet in bakjes, maar McDonald's grossiert in marketingtrucs. In hamburgerbroodjes wordt suiker meegebakken, dat karamelliseert, en zo lijkt het of de broodjes mooier gebakken zijn. McDonald's had ooit stoelen in hun restaurants die lekker zaten als je at, maar als je rechtop ging zitten na de maaltijd, dan zat je waardeloos en ging je weg. Ze konden namelijk niet zeggen tegen de klant, hey Eppo, je zit hier nou al een kwartier met je euroknaller. Andere mensen willen ook zitten met hun hamburger. Die willen ze naar binnen proppen. Op die Ferrari. En large menus zijn een goudmijn. 1 cent meer voedsel, €1 meer betalen. Maar in Amerika in een frietbakje knijpen om, nou, dat zou wel heel erg ver gaan. Hier zou het bericht eindigen. Waren het niet dat ik naast mijn baan als columnist, comedy schrijver, cabaretier ook nog 2 dagen lesgeef aan een mbo. En ik een jaar of wat geleden vroeg aan leerlingen over hun bijbaan. Een flink gedeelte in die klas werkte bij McDonald's in de regio Den Haag-Rotterdam. En toen ik vroeg naar rare dingen, vertelde er een aantal dat ze van hun manager de bakjes van onderen moesten inknijpen. Wauw. Kijk. Deze leerlingen verzonnen dit niet. Die zeiden dit al een jaartje voor dit nieuws. Niks Amerika, ook dus in Nederland, en ook dus waarschijnlijk wereldwijd, kwam en komt het misschien voor bij Max Scrooge. McDonald's. Jullie zullen wel weer een statement klaar hebben. Het was zogenaamd een gekke, rare franchisehouder. Nee, stelletje nare, schraperige Scrooge's. Ergens zit een Dagobert McDonald's met dikke vingertjes en geld te tellen, met geld dat hij heeft verdiend, met elke klant 8 of 10 frietjes te onthouden. Ik hoop dat dat mannetje die dat bedacht heeft naar de hel gaat. Ik weet, elke multinational is zo. Hè? Of het nu de energiebedrijven zijn met hun zogenaamd goedkopere vaste contracten, of de banken met, nou goed, bijna alles. Hè? Maar het beeld van het bakje met die 10 frietjes. Ik hoop dat dat mannetje naar de hel gaat en dat hij daar zonder iets te mogen denken al die miljoenen uitgespaarde frietjes die hij gestolen heeft op moet vreten. Die vieze, vieze, en nu komt de woordspeling, vieze big freck.